Kijk, daar staan paaltjes. Dan gaat hij goed. Ja. Maar, dat is echt een Nederlandse vraag hoor. Maar een wethouder verdient wel iets meer dan een taxichauffeur. Ja, dat klopt. Vind je niet erg? Nee. Dat ging in mijn hoofd werken van ik wil zo graag nou eigenlijk die jongensdroom verwezenlijken. Dat al het andere wat voorbij kwam. Ik heb daar nee tegen gezegd. Ik ga dit doen. Dit vind ik mooi. Zou je vader trots zijn? Ja. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar wel in de combinatie met wat ik gedaan heb. En dat ik dit nou doe. Goh, dat is wel een vraag die je stelt. Je raakt me. Hey, we gaan hier rechtsaf. Alleen, dat gaat niet passen, Frits. Omdat het heel krap is daar. Dus je zult hier naar links moeten. Naar links moeten. Naar links. Ja. Zo. Kijk. Nou. Hier moet je de ruimte stelen voor de bocht. Want daar heb je geen ruimte. Ja, snap je al. Ja. Ruimen. Dus dat is ook de reden dat je rustig moet naderen. Om dit soort dingen te zien. Iets naar links. Ja. Links, 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 links. Naar links. Naar links. Naar links. Nee hoor. Ja, doe maar. Oh, kom maar. Aan, ja, dicht is niet helemaal. Dit is nou. Was jij nou op de rem aan het trappen, ja. André? Ja. Oh, Frits, je had een ingreep. Ik had een ingreep. Oh. Ben je nou een ingreep dan met het examen? Dit was ook wel heel smal. Toch? Niet, André? Het is ook niet voor derde les nog, dit, hè? Oké. Maar dan zie je ongeveer wat de moeilijkheid is van de bus. Ja. Nou, mooi. We gaan het einde links. Waar ligt je ruimte? Voor. Ja. Nou ja, schuin. Ja. Wat bedoel je daarmee, André? Hij moet de neus gaan gebruiken om een mooie bocht te kunnen maken. De wielen zitten wel bijna 3 meter naar achteren. We gaan linksaf. Dus hij moet op zoek gaan waar zijn ruimte ligt op de kruising. En die ruimte ligt voor de kruising, op de kruising of na de kruising. Kijk, daar staat een bord, een lantaarnpaal, dus daar heeft hij niks aan. Dus dan moet hij er al schuin indraaien, eerder indraaien nu. Ja, draai maar. Want hij kan daar niet overheen met de neus. En daar ook niet. En dan gaan we rechtsaf. Ja, ga dan maar. Dan gaan we direct links. Hoe voelt dat, Fred? Heerlijk. Ja? Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik vind het heel mooi. Het gevoel dat je zo'n heel groot voertuig mag en hopelijk straks ook kunt besturen. En ja, weet je, je contact met het stuur, de stoel en de wetenschap dat daar zo'n 13 meter achter je zit. Dat geeft aan de ene kant de verantwoordelijkheid die je hebt. Maar het geeft ook een kick, hoor. Is het moeilijk? Echt. Ik vind het best wel moeilijk, ja. Hoe pak je op een goede manier een rotonde met zo'n groot voertuig? En wat ik heel lastig is dat je die oversteek, omdat jouw wielen zo'n eind naar achteren zitten, die moet je echt goed gebruiken. En als je dat de eerste keer doet bij een rotonde of bij een stoep, even kijken, want er komt een auto aan. Dan, dat is een heel raar gevoel dat je dus een heel eind met die snuit, met die neus, over die stoep heen kunt. Maar je verwacht ook op een moment, pok. Ja, zoals bij een auto. Linksaf. Mooie ruimte nemen met je neus. Ja, zie je dat? Niks aan het handje. Waarom wil jij dit? Billings. Dat is ooit begonnen zeg maar, toen ik jong was op de middelbare school. Wilde ik graag vrachtwagenchauffeur worden. Nou, dat is niet doorgegaan omdat onder andere mijn vader zei, als je een goed stel hersens hebt, dan ga je studeren. Dus dat heb ik netjes gedaan. Maar het is altijd blijven hangen. Snelheid eruit halen. En nog geen plan maken. Waar ga ik achteraan? Achter die grijze. Los. Iets gas bij. Ja, ruimte pakken. Ik ben in 2006 ben ik ook bij een grote vrachtwagenonderneming in Oldenzaal ben ik ook geweest. Heb ik gesprekken gehad of ik misschien niet de overstap zou doen vanuit onderwijs naar vrachtwagenchauffeur. Nou, dat ging niet door omdat ik 3 weken later het beroemde telefoontje kreeg van het CDA in Oldenzaal. Goh, Frits, wil je eens nadenken over een wethouderschap? En daar heb ik toen ja tegen gezegd. En toen ging dus voorlopig dat vrachtwagenrijden niet door. Maar nu ik het besluit had genomen om in Deventer te stoppen na 8 jaar. Want je bent na je wethouderschap in Oldenzaal wethouder geworden in Deventer. Ja. Ik ben in 2014 gevraagd om in Deventer wethouder te worden. En dat heb ik daar 8 jaar gedaan. En ik heb afgelopen najaar het besluit genomen om daar niet verder te gaan. Toen ben ik dit winter echt, kwam dat weer boven van vrachtwagen. En toen dacht ik, nee, ik ga niet op de vrachtwagen. Ik wil graag in de bus. Omdat de bus is ook een mooi groot voertuig, net als een vrachtwagen. Maar in een vrachtwagen zit je alleen.
En ik heb wel geleerd in mijn leven dat zeg maar werken met mensen, omgaan met mensen, dienstbaar zijn voor mensen, dat is een hartstikke mooi vak. Nou Frits, goedemiddag. Dan gaan we zo beginnen. We gaan eerst even controle uitvoeren. Ja. Kun je me vertellen waar je mee begint? Ik begin met wat ik veel heb geleerd, de ruitenwissers. Alright, dan gaan we naar deze kant. Nou, wat zit erachter? Hier zit volgens mij de ruitenvloeistof in. Ja. Linksaf. Hoe moeilijk is het, André, om een bus te besturen? In principe is het niet heel moeilijk om een bus te besturen, maar het is moeilijker om de rust te krijgen voor de tijd. De meeste bestuurders willen alles in de bocht doen. Remmen nog een beetje, misschien nog een beetje bijsturen. En bij een bus is het heel belangrijk dat je voor de bocht dat alles klaar is. In de juiste versnelling. En dat je daar ook al weet waar mijn ruimte ligt. Kijk, hier ligt de ruimte nu links. Nou, die moet hij benutten. Want anders raakt hij de paaltjes hier. Nou, dat moet je voor de tijd allemaal klaar hebben. En die rust, die moet je hebben. Nou, als je dat kunt, nou, dan kun je redelijk een bus gaan besturen. We gaan rechtsaf. Voor een tweeassige bus, dat is dus deze. Geef mij de ruimte. Ja, nou hij ook. Nou, ga je daarin. Ja, en draai je nu om. Kijk, dan heb je hier niks, dan raak je niks meer. Ja, en dan zwaai je even naar meneer. En dan pas je op voor het paaltje hier. Ja, en niet te veel sturen. Ja, kijk. En dan gaan we daarin. Links. Maar het klinkt heel simpel, maar jij gaat niet meer mee straks, André, als Frits richting Oostenrijk en Italië gaat. Nee, nee. Nee, dus daarom moet hij het zelf doen. Ja, maar daarom, er staat nou, een gemiddelde tussen de 25 en 30 uur voor de rijlessen, uren. Frits heeft nu een uurtje of 6, 7 gemaakt. Wat is goed aan Frits? Dat hij zelf ziet waar het fout gaat. Hij voelt het donders goed, het gaat niet goed. En dat zegt hij ook duidelijk. En dat hij open staat. Zo Frits, we gaan linksaf. Maar jij zegt kikken. Ja. Helemaal aan het begin van het interview. Ja, echt. Waarom is dit kikken? Ik heb nu eindelijk gedaan wat ik eigenlijk al heel lang had gewild. Dus in die zin ben ik zeg maar blij en trots op mezelf. Dat ik het toch nou heb gedaan. En dat ik nu aan het leren ben om zo'n prachtig groot voertuig te besturen. En dat is, ja, weet je, de een kikt op een geweldige doelpunt die hij maakt tijdens een voetbalwedstrijd of handbalwedstrijd. En de ander kikt op een prachtige auto of een mooi huis. Ik vind dit kicken. Maar, dat is echt een Nederlandse vraag hoor. Maar een wethouder verdient wel iets meer dan een taxichauffeur. Ja, dat klopt. Vind je niet erg? Nee, ik ben gezond en fit en ik heb nog zin in, om dingen te doen. Want ik heb ook nog geen zin om achter de geraniums te gaan zitten. Nee, maar je had ook nog via wethouder kunnen zijn in Deventer. Dat had gekund, ja, dat had gekund. Maar toen ik voor mezelf de keus had gemaakt, ik wil op die bus, was dat voor mij niet meer aan de orde. Dat ging in mijn hoofd werken van, ik wil zo graag nou eindelijk die jongensdroom verwezenlijken. Dat al het andere wat voorbij kwam, tot en met een mooie baan in het onderwijs. Ik heb daar nee tegen gezegd. Ik ga dit doen. Dit vind ik mooi. Zou je vader trots zijn? Ja. Ja, dat heb ik wel zeker. Maar wel in de combinatie met wat ik gedaan heb. En dat ik dit nou doe. Goh, dat is wel een vraag die je stelt. Je raakt me. We moeten nog wel rijden, hè? We moeten ook terug. Ja, dat weet ik wel. Maar ik merk het aan mezelf. Indraaimoment is als de achterwielen op het punt zijn waar de bocht begint. Ja, had je dat? Nou, laat ik zo zeggen. In het algemeen, ik vond dat ik een goede bocht heb gemaakt. Oké. Okay. Goed of voldoende? Ik vond hem wel goed. Nou, ik vond hem voldoende. Oké. Okay. En waarom? Indraaimoment was iets te laat. Te laat wel, hè? Ja. Daardoor kwam je eerst van de stoep af, maar daarentegen was je snelheid goed. Ja. En daardoor kon je dus corrigeren. Wanneer ga jij voor het eerst in een grote bus zitten? Denk je, hoop je, alleen, zonder André? Nou ja, het schema zit nu zo in elkaar dat ik rond 23, 24, 25 september de eerste keer mag afrijden. Als ik dat haal, ja, dan moet ik het rijbewijs aanvragen. En op het moment dat ik dat heb, dan ga ik dan op de bus. Gaan we hier rechts of gaan we rechtdoor? Oké. Zin in? Ja, heel veel zin. Heel veel zin.